wat ik ervan merk, alleen maar overlast. Ik moet zo om, waarschijnlijk richting het Osdorpplein. Dat is een beetje vervelend, het is niet een groot probleem. Maar het is wel iets, het is wel een dingetje natuurlijk. Gevolgen voor het verkeer zijn dus nu dat je nog wel vanaf de Pieter Callandlaan rechtdoor kan via een omleiding. Zodra de bocht er hierin ligt op de Pieter Callandlaan, zullen we ook weer linksaf kunnen richting de Lelylaan. Tussen het Osdorpplein en de Lelylaan zijn we nu bezig met de laatste werkzaamheden aan de weg en het fietspad. Zodat het verkeer straks weer vrij kan rijden vanaf het Osdorpplein richting de Lelylaan, richting de A10. Nou, dit was het verkeer. Tot de volgende keer.